Goedemorgen iedereen. Ik ben net terug van de kinderen naar school te brengen. En op de terugweg naar huis, dan viel het me op hoeveel mensen dat er aan het worstelen zijn. Hoeveel mensen die in een auto zitten of langs de weg lopen of op een fiets zitten en echt zo heel bedroefd kijken en er echt diep ongelukkig uitzien. En toen bedacht ik me van, hoe is het in godsnaam mogelijk dat mensen zo kunnen worstelen, dat ze zichzelf zo kunnen vastzetten, terwijl dat er zoveel mogelijkheden zijn om hen daaruit te helpen, om hen vooruit te helpen. En ja, ik ben maagd van horoscoop, dus van zonneteken, en mijn maan en mijn ascendant is schorpioen. Dus ik ben iemand die heel diep gaat ook in die emoties en dat eigenlijk ook echt gaat over gaan nadenken en gaat denken van wat betekent dat dan net. En terwijl ik in de auto zat, dan kwam het eigenlijk in mij op dat eigenlijk het enige wat de meeste mensen het altijd het meeste naar verlangen en tegelijkertijd en ook het meeste saboteert, dat is eigenlijk liefde. We zijn allemaal op zoek naar die ene, die ware, die hele diepe liefde, die onvoorwaardelijke liefde, waar je gewoon jezelf kan zijn, waarin dat alles flowt en stroomt en waardoor dat jouw leven een leven wordt in roze geur en maneschijn, zoals dat we kennen. Maar jammer genoeg is dat niet altijd zo. Jammer genoeg gaan we door obstakels heen, gaan we door problemen heen, zijn de discussies, oneenigheden en het grootste probleem daarvan is, dat is eigenlijk al de bagage die we gewoon in ons dragen. Zelfs toen ik mijn tweelingvlam ontmoette in 2019, had ik al heel veel healing, had ik al heel veel cursussen, al heel veel coaching, cursussen en coaching op zich gedaan. Dus had ik al heel veel zaken aan mezelf, had ik al heel veel dingen aan mezelf aangekeken, getransformeerd. En dan komt plots die tweelingvlam eigenlijk nog meer op die pijnpunten gaan duwen. En dat is net het mooie dat ik heb mogen en nog steeds mag ervaren, dat welke pijn en welke trauma je ook hebt, dat die echte liefde, niet de liefde zoals dat de meeste mensen tot nu toe al ooit maar hebben kunnen ervaren, maar die echte ware diepe liefde, en ik zou zeggen dat is de liefde zoals dat je tussen ouders en kinderen vindt, maar ook daar is dat niet altijd zo, jammer genoeg. Dat zorgt ervoor dat dat zo diep transformerend is. Als ik kijk naar mezelf en naar mijn tweelingvlam, hoe dat wij nu zijn, ten opzichte van 2 jaar geleden, ten opzichte van het moment dat wij elkaar hebben leren kennen, als fysiek persoon, want uiteindelijk wisten wij allebei al dat er iets was waar dat we eigenlijk op dat moment nog geen idee, of eigenlijk niet, voornamelijk niet bewust van waren, maar er was wel een bepaald gevoel, een bepaalde leegte dat we voelden, en ook al waren we beiden in de relatie, dan nog was er een bepaalde leegte die niet gevuld werd. En let op, dan wil ik daar niet mee zeggen dat het ontmoeten van je tweelingvlam of je tweelingziel de leegte in jezelf vult. Nee. Wat dat wel zo is, is dat het ontmoeten ervan helpt jou om nog dieper in jezelf te gaan kijken. Om nog dieper die trauma's en die wonden in jezelf te gaan healen. En dat is hetgeen dat ook in relaties gebeurt. Waar dat mensen angstvallig vasthouden of angstvallig kijken van de ene, of is die de ene, of is dat de ene. En dan eigenlijk gewoon zichzelf verliezen. En dat is iets, een patroon dat ik zelf ook gedaan had, in het begin, bij mijn eerste relaties, laat maar zeggen. Totdat ik uiteindelijk gehuwd was en ik dacht in mijn huwelijk dat ik dat niet deed. Maar hoe meer ik eigenlijk er naar terugkijk en hoe meer ik zie hoe dat ik nu in mijn leven en in mijn relatie en in mijn connectie met mijn tweelingvlam sta, hoe meer dat ik ook moet gaan toegeven dat ik ook zelfs in mijn huwelijk, met de soulmate was dat, ook daar eigenlijk te veel mezelf heb aan de kant gezet. En dat is niet de schuld van mijn ex-partner, zeker niet. Dat is gewoon een patroon die in mij had. Waarom? Omdat ik iemand ben die heel gemakkelijk aanvoelt wat dat de ander nodig heeft. En wetende dat ik ook voelde dat die diepe, ware liefde, die onvoorwaardelijke liefde, dat dat mogelijk was, dat dat bestond, en dat ik ook heel hard in geloofde, en nog steeds geloof, net dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk mezelf constant saboteerde. Ik paste mij zodanig aan de anderen,
En je ziet dat soms vaak ook in koppels. Ze hebben dan dezelfde kleren aan, ze doen dezelfde hobby's. Hè. Van die oudere koppels zie je dat soms ook. Ik vind dat altijd heel grappig. Maar oké, als die mensen daardoor gelukkig zijn, oké, geen probleem. Maar dat maakte mij niet meer gelukkig. Integendeel, ook mijn zussen en zo zijn dat ik eigenlijk ook heel veel veranderd was. En eigenlijk mij te veel had aangepast aan. En dat zijn allemaal dingen die ik net door niet samen te zijn, dus niet fysiek samen te zijn met mijn tweelingvlam, maar door net de ruimte te krijgen om alleen te zijn. En om eigenlijk echt gewoon alleen te zijn met mezelf. Maar toch nog die connectie te voelen, die verbinding te hebben, die communicatie te hebben, die speling te hebben. Te kunnen delen wat er door me heen gaat, energetisch, emotioneel, maar ook mentaal en mijn gedachten. Dat helpt mij ervoor om, één, mezelf beter te leren kennen, maar ook beter te begrijpen dat hoe de oude systemen van relaties, van hoe dat wij denken dat relaties moeten verlopen, wanneer hoe dat we denken dat wanneer hij dit en dat, zus en dat en zo, of ik dit en dat zo doe, dat je een goede relatie hebt, dat het eigenlijk alles behalve boel is. Bullish is. Dus dat zijn allemaal dingen dat wanneer mensen die met mij samenwerken. En soms vraag ik me af van hoe komt het en van waar is dat eigenlijk allemaal mogelijk dat die mensen, iedereen die met mij samenwerkt, één op één of in de trajecten, zo diepe transformaties doorheen gaan. Wel, ook daar is net dat door dat spiegelen. Omdat ik ga aanroep op de bullshit dat ze eigenlijk zichzelf vertellen. Dat ik ga tonen waar dat die pijnen zijn. Waar dat eigenlijk bij mij, mijn tweelingvlam, mij dat voornamelijk voor mij heeft gedaan en heeft constant geduwd op de pijnen. Tot grote, hele grote, diepe frustraties van mezelf natuurlijk. Want het was heel lastig en heel pijnlijk en heel vervelend om constant te moeten kijken naar je eigen pijnen. Maar dat is de enige weg om net een zuiver kanaal te worden. Ik ga even verwisselen van hand. Om een zuiver kanaal te worden voor die onvoorwaardelijke liefde. Om jouw bewustzijn te verankeren in dat hogere bewustzijn. En om in die hogere energie te leven. En als je net zoals mij elke dag opgewekt en blij en gelukkig door het leven wil gaan. En geloof mij, er zijn ook dagen dat ik liever gewoon in mijn bed blijf liggen. Omdat ik inderdaad weer doorheen dingen heen mag gaan werken. Maar over het algemeen zijn mijn dagen redelijk moedeloos. In die zin dat ik zet intenties in de ochtend. En als ik dan s'avonds naar terugkijk, dan ben ik altijd versteld van hoe en wat heel veel zaken eigenlijk gebeurd zijn. Ook als ik gewoon terugkijk naar eerdere stukken uit mijn leven. Of de reden voor het waarom dat een hond in mijn leven gekomen was een aantal jaren terug. En hoe dat stukken dat ik toen niet begreep, of zelfs gewoon geen oog voor had, nu duidelijk werken wat dat de diepere betekenis ervan is, dan zie je dat alles verloopt volgens het hogere plan. Maar de grootste reden waarom dat jij niet volgens dat hogere plan nu kan leven, of waarom dat jij nu op dit moment misschien niet gelukkig bent, of niet echt diep die dromen, of hetgeen dat je diep in jou voelt, dat is omdat je gewoon veel te veel weerstand biedt. Omdat je het toch nog wil controleren, omdat je het eigenlijk niet kan zien hoe dat het zal verlopen. Maar net door dat los te laten, dan ga je zien dat er heel veel dingen verschuiven. Dingen waar je zelfs eigenlijk geen controle over hebt, omdat het te maken heeft met anderen. Bijvoorbeeld, als ik kan geen dingen doen voor dat mijn tweelingvlam moet aan werken. Maar ik mag wel vertrouwen dat hij inderdaad het nodige werk doet die nodig is. En omgekeerd, hij mag daar ook over vertrouwen dat ik inderdaad het nodige werk doe dat nodig is. En dat maakt dat wanneer je die focus terug verlegt gewoon op enkel alleen jezelf en het goed voelen elke dag en je zet dat elke dag als jouw enige intentie van kijk, vandaag wil ik me goed voelen, vandaag wil ik genieten en vandaag wil ik leuke dingen doen, dan ga je iedere keer veel sneller weer meegaan in die flow. Want het is net door zo lang en zo veel te veel mee te stromen, of nee, tegen de stroom in te zwemmen, is dat wat ik wil zeggen, dat je gewoon moe bent, dat je gewoon uitgeput bent, dat je gewoon het niet meer ziet, dat je eigenlijk zelfs geen zin meer hebt om het te gaan doen. Dus als er één iets is wat ik zou willen dat je nu deze week doet, in de energie van de volle maan, dan is het loslaten van die controle. Die controle, dat helpt je nergens. Integendeel, het geeft je alleen maar nog meer stress, nog meer wrijving, nog meer weerstand, nog meer problemen, nog meer obstakels.
Maar laat het naar je toe komen. Wees gewoon die magneet dat je eigenlijk bent. En zorg ervoor dat je magneet gewoon elke dag zuiverder en zuiverder wordt. En hoe doe je dat? Door aan jezelf te werken. Loop je tegen obstakels aan. Kijk of dat een les van de obstakel is. Wat wordt er jou getoond? Waar sta je nog niet voldoende in je kracht? Waar voel je nog te veel dat je een slachtoffer bent? En ga dan in die kracht stappen. En je weet, je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft niet het warme water weer opnieuw uit te vinden. Zeker niet. Ik ben hier net in deze tijd, in deze periode, geboren met al de dingen waar ik tegenaan gelopen ben. Al de dingen dat ik nog steeds aan het leren ben. Net omdat dit eigenlijk mijn kracht is om jou dat weer verder te leren. Om jou dat weer verder te helpen. En inderdaad, mijn verbinding met mijn gidsen en mijn helderhorendheid, dus waarbij ik gewoon boodschappen kan ontvangen, net zoals ik met jou aan het praten ben, dat helpt mij natuurlijk om heel snel te zien waar dat mensen die met mij samenwerken zich vasthouden. En net dat, door samen te werken met die hogere energieën, en dat te integreren en neer te brengen in die 3D en de realiteit in je gewone huidige leven, dat zorgt ervoor voor die diepe transformaties. Dat zorgt ervoor dat je niet langer moet struggelen en worstelen dan nodig is. Want zodra je eigenlijk bewust bent over wat dat eigenlijk het werkelijke probleem is, waar dat de wonde zit, waar dat die rode draad is in je verhaal, dan kan jij weer verder. En dat is hetgeen wat ik jou heel hard wens. En dan hoop ik dat jij zelf ook die kans geeft. Nog om... We zijn nu half oktober, je hebt nog ruim de tijd om tegen dat het einde van dit jaar er is, om echt diepe transformaties teweeg te brengen. En gebruik geen maanstanden of retrogrades of uiterlijke omstandigheden dan ook om je eigen groei tegen te houden. Want je verdient het, je bent het waard. En het is tijd dat jij echt met jezelf aan de slag gaat, omdat het tijd is dat jij echt het leven leidt waarvoor je hier geboren bent en dat je hier nu in dit leven, in dit vervoermiddel, in dit fysieke lichaam, nu aanwezig bent. En ik weet het, ik kan zo gefrustreerd raken als ik zie dat mensen zichzelf zo klein houden. En ik mag dat vragen aan mijn klanten ook. Maar dat is gewoon omdat ik de kracht voel, de potentie voel van die mensen die met mij samenwerken. En dan wil ik ook dat jij dat gaat voelen. Dat jij in jezelf gaat gaan geloven. En dat jij de stappen gaat gaan nemen om je mind te veranderen. Om jouw gedachten zodanig te gaan transformeren, zodanig dat ze voor jou gaan werken. En niet meer tegen jou gaan werken. En al die emoties die opkomen, die zijn er om jou nog meer informatie te geven. Om nog meer te tonen of je op pad bent of niet. Want als je iets doet en je voelt goed, het voelt goed, dan zit je op het goede pad. Voelt het slecht? Voelt het beu? Voelt het meh? Of wat dan ook? Dan weet je dat er nog werk te doen is. Dat je niet volledig bent waar je nu mag en mag zijn. Niet moet. Je hebt geen moeten. Waar je mag zijn. Zo, dat was voor nu. Ik wens je een fantastische week. Ik ga wellicht een soort van serie of video of iets maken rond loslaten. In welke vorm het komt, dat zie je binnenkort. Maar gewoon ook om jullie te helpen om nog meer te leren loslaten. Nog meer angsten proberen los te laten. Dus als je moet kuchen of je voelt een blokkade hier, weet ook dat dat ook verbonden is met loslaten van angsten. En dat is hetgeen dat we deze week gaan doen. Zo, ik hoop je binnenkort te mogen spreken. Wil je met mij samenwerken, maar weet je niet zeker of dat we match zijn, of dat ik jou misschien wel überhaupt kan helpen, dan... Kan je een afstemsessie met mij reserveren. Dat is gewoon 30 minuten. Waarbij dat we kijken wat dat precies is waar je tegenaan loopt. En of dat we inderdaad een match zijn. Want ik vind het belangrijk dat we ons allebei heel goed voelen wanneer we in een coaching traject stappen. En dan in die sessie leg ik ook uit wat er mogelijk is om met mij verder aan de slag te gaan. Als ik merk dat bijvoorbeeld niet mogelijk is om gelijk welk of wat reden, dan ga ik dat natuurlijk ook open en eerlijk zeggen. Ik word er helemaal warm van. Zo gepassioneerd ben ik door spirituele groei en door het omarmen van je krachten. Omdat we zo allemaal zo krachtig zijn. En dat is hetgeen dat ik jou ook echt wil leren. Zodat jij dat ook kan gaan doen. Dat je ook gewoon de dromen en de dingen kan gaan doen die je wil gaan doen. Want leven is zo prachtig. Die liefde die er is voor iedereen, niet alleen voor tweelingblam, maar voor iedereen, is echt... Van tijd zo overweldigend, maar zo magisch, zo krachtig, zo diep transformerend. En ik wil echt dat je daar ook een deeltje van meepikt. Of zo niet, gewoon helemaal. Waarom niet, hè? Zo, dat was voor vandaag. Ik ga straks de video uploaden. Ik neem mijn tas koffie en ik ga aan de slag. Tot binnenkort!